Jan Wieman is een van de managers van de kerncentrale in het Zeeuwse Borselen. Volgens Wieman is deze kerncentrale, in tegenstelling tot de centrales in Japan, wel bestand tegen catastrofaal natuurgeweld. Wij zijn hier beschermd bijvoorbeeld voor overstromingen die meters hoger zijn dan overstromingen van 1953. Maar komt nou als er een terroristische aanslag komt of een echt een passagiervliegtuig wat neerstort op de centrale? Wat dan? Wij hebben daar ook gezien in de volle, maar er zijn ook dingen waar die alles gaan vertellen dat ook vertrouwelijke beveiligingsmaatregelen zijn. Maar niet iedereen gelooft dit. Bewoners en actievoerders kijken sinds de problemen met de kerncentrales in Japan, namelijk met nog grotere angst naar de atoomcentrale in Borselen. Ja, wat daar een fout gaat, gaan hier ook fout. Het is maar om dat reden dat het vuur uitlapt. En de backup die is niet goed, en daar de backup gaat anders niet doen. Maar als het al fout gaat, gaat het fout. Ja, ook hier. Jan Lauwersen woont in de buurt van Borselen en voelt al